way, yo, ik heb er zin in. Ik ben hier met de laatste, kom eens, laat je horen. De City Challenge in Amsterdam. En we hebben een hele beroemde, dunne scheidsrechter. What's it, City. Om en om gaan ze challenges doen. Als het mislukt, krijg je een strijk. Degene met de meeste strijks krijgt een geweldige straf aan het einde van deze aflevering. Boys, mag ik jou gewoon voor camera gewoon bekritiseren? Ja, je mag me bekritiseren. Ga je gang. Okay. Niet dat we elkaar voor de derde keer hebben gezien, maar de derde keer dat we hebben afgesproken. Je bent nu 3 keer officieel te laat gekomen. Ja. Tamara. Laat komen. Was op tijd. Ja. Mijn hand was ook te laat, snap je? Doe jij het erom omdat jullie samen laatkomers heten? Of wat? Nee, wil je een leuk feitje weten? We hebben 7 maanden gedaan om onze naam te krijgen. We zijn gewoon echte laatkomers. Ergste van allemaal, dat kunnen we allemaal wijzen. Oké, 3, 2, 1. Ga je echt mee? Dit is zo nuf! Ik was in de hun, toch? Voor het eerst in zijn leven. Dankjewel. Deze man was met mij soldaat. Hij was gewoon op tijd. Oké, dit was te laat. Niet met 2 maten meten, daar hou ik niet van. Ja, hij was op tijd. Goed, neem ons even mee, man. We moeten een volgorde hebben, toch? Wie wanneer aan de beurt is. Dit is ook gelijk de volgorde voor alle challenges, hè? Oké. Okay. Weet dat ik het ben? Chardon! Chardon Leon! Er is gesjoemd, man. Dit klopt niet, jongen. Ja. Oké, man. Eerste challenge is niet moeilijk. Je mag zo meteen een muurtje uitkiezen. Ja. En je moet 5 keer tegen die muur, zeg maar, hoog houden. Zonder dat die valt. Even serieus, hoe kan je zo slecht zijn? Strijk nummer 1. Wat is er? Doe Even serieus, hoe kan je zo slecht zijn? Strijk! Daar! Hij is slim, hij gaat naar een plek waar geen wind is. Daar heb je speciale andere obstakels. Er is je hebt daar metaal, als hij die metaal raakt, is gelijk voorbij. Sjoemel. Hey, Arm, de schaats is ook om de kop. Run. What? Even serieus, hoe kan je zo slecht zijn? Get the good strike! Keep it simple. S-I-M-P-L-E, simple. Jij hebt nu een strijk! Oh, kom hier! Ja. Kleine John heeft ook een strijk! Warme broodjes, strijk! Strijk! Ga je ook 1 keer voordoen, zeg maar. Dat je niet begrijpt? Of? Ja, ik begrijp het niet, man. Doe voor. Maar als het nu fout gaat, is echt een toren. Oei, joh. Het is makkelijk. Wat paniek in het begin, ik zeg eerlijk. Zeg eerlijk hoe je begint, het is gelijk op. Hoeveel kansen heb je? Voordat we naar het centrum gaan, eerst even een belangrijke promo. Deze promo moet je niet missen. Deze Young Legends. Begin te abonneren op hun kanaal, het is gratis. Hier, rechtsboven. We nemen gewoon even... Even de tijd. Even kalma. Want je mag laat zijn. Laat komen. Wow. Oké, nu gaan we door. Ik wil nog wel even benoemen, jullie komen uit Amsterdam toch eigenlijk? Omgeving. Ik kom uit Weesp. Ja. Beter dan Amsterdam. Dat is nog te laat. We gaan een mooi verhaal vertellen hier op de Veerpont. Ja. Er gaat een verhaal hoe zij aan hun naam zijn gekomen. Kleine, vertel. Kijk, dus wist je nog die eerste keer toen wij bij die Cruijff kwamen, bij FC Straat? En toen kwam je met om in waterflessen zo. Toen zei je, jullie zijn echt laatkomers. De naam heb jij bedacht. We willen jou bedanken nu. Ja, bedankt. Hey, geen probleem. Maar hey! Ja. Nee. Zometeen een contract ondertekenen waarvan je 70% aankoopt voor 1,7 miljoen. Serieus, ik wist niet dat jij met de naam Hey! Tuzani bal spelen. Nee. Nu beschikbaar op de website van Soufiane Tuzani. Je hebt wel goede reclame, man. Ik echt gevaarlijk. Je moet wel goed doen, hè. Maar je moet wel zo staan, net bij Tuzani video's. Oké, speciale reclame op verzoek van de enige echte Charbon. We hebben een FC Straatbal, we hebben een Tuzani outfit. Je kan er eentje winnen. Laat in de comments weten hoe vaak wij in deze video laatkomers hebben gezegd. Je kan het trouwens ook bestellen via fcstraat.com. fcstraat.com. Volgende challenge. Zoek iemand met een pet en geef hem een panna. Je krijgt 1 poging. Meneer, ik heb je hulp nodig. Is dit een pet? Dit is geen pet. Ook een helm. Broer, je doet het eigenlijk hard, man. Wat doe jij? Ik vind, omdat hij dit bij jou doet, mag jij hem 1 keer bakka geven. Hij geeft jou 2. Hij geeft mij 2. Wat jij zo doet. Maar u heeft 2 keer zo pets gedaan. Nee, 1 keer. Ik voerde echt 2 pets. Ja, ik heb het echt 1 keer gedaan. En wie was de andere dan? Nee, dat weet ik niet.
Zoek iemand met een pet en geef hem een pannen. Ik krijg één poging. Hij heeft niet één, niet drie, maar twee strijks. Ik zie daar iemand, maar dan moeten we snel zijn. Wij begonnen niet stil te staan. Even serieus, hoe kan je zo slecht zijn? Een poging gaat toch pas in als je hem schiet? Ik stond gewoon voor hem, ik stond gewoon zo te kijken. Jij doet zo, jij doet zo. Bruh. Hij doet zo. Kijk hier als hij zegt. Kom beter voor hem staan en die bal zo neer zodat hij aankijkt. Mag ik je één tip geven? Ga proberen iemand te geven zonder dat hij het doorheeft. Hij heeft geen pet. Jij deed ook bij iemand random, daarom. Nee, hij deed ook bij iemand een pet. Ja, nee, ik was mijn pet vergeten. Niet vier, niet één, maar twee strikes! Wow, what a strike! Wow. Ik was die pet vergeten. Ik ga die bal vasthouden, man, stiekem. Wat? Hij heeft het gedaan. Kleine John staat voor, hij wil niks horen. Geduld, ik zie die bal lopen, ik denk hem neer. Hij is goed gegeven. Hij was niet goed, kut. Maar hij was echt lelijk. Maar hij zelf. Ik zeg je eerlijk, lekker hè? Was geen panna. Hoor. Heerlijk. Lekker. Helaas, Messi en Ronaldo scoren soms ook hele lelijke goals, maar het zijn uiteindelijk. Tenminste, hebben we gescoord. Je bent geen Messi en Ronaldo vriend. Jullie zijn allebei niet. Dus ik en Sharbon delen gewoon de derde en de vierde plaats. Nou, oké, we gaan door naar de volgende ronde. Volgende challenge. Zoek een toerist die minimaal 3 Eredivisie clubs kan benoemen. Als je iemand aanspreekt, die persoon wordt het dan ook. Sir, where are you from? Ireland. Ireland. Do you watch a lot of football? I do. Can you name 3 Eredivisie clubs? Ajax. Yes. Feyenoord. Yes. PSV Eindhoven. Yes. PSV Eindhoven. Ik heb slim gedaan. Ik heb hem deze bal niet gegeven. Nu kan ik zeg maar nog met een bal rondlopen. Yeah, yeah. En mensen zeg maar voetbal, voetbal. Celeste, kom mee. You English? Yeah, I can speak English. Can you name 3 football clubs in Netherlands? Ajax. Groningen. En Utrecht. Utrecht! Where do you come from? Netherlands. No. I come from Algeria. Algeria. Have a nice day. Hey bro. Die boys zijn nu op lange afstand. Doe gewoon mee, man. Oh! Nee. Dat kunnen wij ook, hè. Wie het langst kan fluiten. We moeten een toerist zoeken. Je weet toch iets met voetbal. Voetbal. You know 3 clubs from the Netherlands? Feyenoord, PSV, Ajax. Bravo! We say bravo! Thank you, pa! Yes! Yes! Okay, he's from Spain? Yeah. I have a question. Can you name 3 Dutch football clubs? Ajax, Utrecht, Feyenoord. Yeah! Thank you very much. Gracias. En die van mij is de enige die gewoon eerlijk is. Die vrienden die vertrouw ik niet. Kom eens hier. Hoeveel strengs heb je? Oh ja, gaat er wel niet. Ik weet niet, ik heb er 2. Hoeveel strengs heb je? Ik heb er 3 in totaal. Jullie hebben echt heel de boel op flesje. Dus! Ja, eigenlijk alleen Ilias heeft het gewoon goed gedaan. Oh, heb je nog geprobeerd? Kijk, ik zei niks. Hij is niemand heeft een strijk. Niemand heeft een strijk. Iedereen perfect uitgevoerd. Volgende challenge. Deel. Zoek een kale man en ga met diegene 5 keer over de kop. Ben ik kaal, bro? Nee. Ja, toch, ik ben niet kaal. Nee, ik heb een vraag. Ja? Ik heb u nodig voor de video. Oei, kunt u goed koppen? Oh, ik ben helemaal geen voetballer wat dat betreft. Helemaal geen voetballer. Ja, dat gaat lastig. Dat gaat heel lastig. Gewoon denk je nou echt dat het aan hem gaat liggen, niet aan jou? Het gaat aan jou liggen, broer. Meneer, ik ga een fijne dag wensen. Ik ga door naar de volgende. Dankjewel, meneer. Fijne dag nog. We hebben een nieuwe regel. 3 minuten de tijd om iemand te vinden en de opdracht uit. Nee, iemand te vinden. Oh. Can you play football? Can you play football? No. You're not good in football? No, not really. Can I ask you a question? No.
moest je me luisteren, ik heb je net gezegd, hè? Ik had maar een goede idee, man. We zijn op trainingskamp hier. Sorry. Wat zijn jullie aan het doen, man? Kale, kom. Kijk uit. Zeg, ik ken Esther van. Nee, ik ken dat. Ik moet een kaal iemand vinden. Oh! Oké, ja? Ja! Oh, we moesten in één poging. Oké, laten we het voor de eer doen, mannen. Wie is aan de put? Kleine John. Zomaar ben ik hype. 3, 2, 1, go! No. Oh, you can... Hey? Headball. Yeah. 2, 3, 4, 5. Links kijken! Nu heb je de bal goed. Zie ik hem echt. Hij maakt er duel van. Niet jij, niet ik, maar... Ze hebben allemaal een strijd. De volgende challenge was, zoek 50 mensen binnen 5 minuten en ga daarmee op de foto. De bal moet op de foto en het mag daarna niet dezelfde groep zijn. I need all of you guys. All of you guys. Ik heb jullie allemaal nodig. De foto gaat gebruikt worden op de verkeerde website. Ik zou echt weglopen nu. Ik was voor hey. Iedereen die bij mij op de foto gaat, hamburger gratis. Iedereen die bij mij op de foto gaat. Last. 3, 2, 1. YouTuber, can I make picture with all of you? Oké, loop mee. John heeft een foto gemaakt, toch? Maar had geen bal. Can I make a picture again? One more? Yes? No problem? Het is hetzelfde foto. Ja, maar hij heeft geen bal gebruikt. Hou vast. Je moest een bal in de foto hebben. Die heb je niet gemaakt, dus ik heb jouw mensen gestolen. Gekapt. Niemand heeft gezegd precies dat moet. Wacht. 2 seconden. Zoek 50 mensen binnen 5 minuten en ga daarmee op de foto. Bal moet op de foto. Het mag daarna niet dezelfde groep zijn. Goeie, nu krijg ik een strijk. Ja. Nee joh, als ik zo... Ga ik zo een strijk krijgen? Ja. Als we echt met de regels gaan, kom met jouw pika. Ik wil 50 mensen stellen. Mag ik die pika zien van jou? Ik ga strijken, iedereen gaat strijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dat is jouw eigen pika, hij heeft 30. Dank je. Hij heeft 30, ja! Ja, zeg geen 50. Man. Dank je, hey! Goed! Frank! Maar hey, weet je wat? Ik ga het nog leuker maken. Al die mensen die Chuck me heeft gepakt, had ik al. Strijk! Ja, Chuck me strijk! Ik hou van jou! Yes! Iedereen gaat naar beneden. Kijk hoe die kijkt. Kijk eens eerlijk, daar kan ik niks aan doen. We gaan allemaal kapot. Heel die boot gaat zinken. We gaan allemaal kapot. Hey, wacht, nu die van Ilias nog. Hij is 45. Ze wilden mij vies doen, ik trek iedereen naar beneden. Ja! Ze wilden tegen mij zeggen van ja, jullie bij Zep Azur, hij heeft geen bal. Dan hebben jullie ook geen 50, dan krijgen jullie het ook van mij. Dus wat zegt dat? Lekker. We gaan naar de allerlaatste challenge, maar misschien hebben een aantal zichzelf al veilig gespeeld. Ik heb mezelf al veilig gespeeld sowieso. Hoe dan? Oh, ik ook eigenlijk dan. Hoe dan? Want ik heb sowieso 1 punt meer dan hun. Ja, ik was 1 punt. Dus ik kan sowieso niet meer verliezen van hun. Degene die het snelst iemand vindt boven de 50, die de celebration van Cristiano Ronaldo doet. Yes, dat is het. Hoe ben je? Ik weet niet. Ah, shit. No. Hoe oud bent u? 38. Meneer, mag ik wat vragen? Ja, alsjeblieft. Hoe oud bent u? Dat mag niet weten. We need someone that can do this celebration of Ronaldo. Zo! No, like this. Zo! Nice, binnen. Zo! Charbon is nu aan de beurt. 3, 2, 1, go! Sir! I need your help. Could you do the same as... No. No? No problem. Kom. Bent u Nederlands? Ja, praat dan.
Oh, meneer, kunt u misschien deze celebration doen? Su! Van Ronaldo, alsjeblieft. Ja? Zo. Su! Vorig hebben we niet goed gekeurd. Could you do this? Like me. Could you do like this? Like this. Su! Vas-y. Su! Oké, kom hier, ik heb nog tijd. 59. Let's go! We gaan nu een video opnemen op hun kanaal. Laat komen. Dus ben je al geabonneerd of niet? Ben je al geabonneerd, hè? Voordat ze daar naartoe gaan. Je hebt verloren, man. Ben je dat vergeten? Pas met de voet. Hey Soef, wat is dit? Twee keer. Wat is de straf? Hij krijgt deze mondharmonica, dat heet ook mond, dus in zijn mond. Hieronder mogen ze zeg maar de elastriekje keihard gaan trekken. En dan hopelijk komt er een mooi geluidje uit. Hey, hey. Wat een man, hè? Oh. Hey bro, maak gewoon een liedje. Bovenbeen. Nee. Smeek je alsjeblieft niet. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. En zo naar de laatkomers. Wow! Heel veel love. Dit is van Ili, hè? Nee, van wie is dit? Dit is van Jay. Abonneer, anders ben je geen voetballer meer. En kom niet te laat, want anders krijg je niks meer.